Hallo allemaal, ik ben Jowinjo en welkom terug bij de Vuelta. Vandaag de zesde etappe van Huercal O'Vera naar San Javier. Een etappe van een kleine 150 kilometer en die ligt er klaar voor de sprinters. Wel twee beklimmingen van derde categorie, maar op zich die liggen ver genoeg van de aankomst. Zodanig dat de sprinters wel zullen kunnen overleven. Dus opnieuw een kans voor Elia Viviani om nog eens een redzege te pakken net zoals gisteren en we gaan kijken of dat zal lukken. Vind je deze serie trouwens leuk en zeker niet om een like te liken. ben je nog niet geabonneerd klik dan op die rode knop en vergeet zeker het belletje niet want dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe video online komt. Zoals je ziet lijkt het een massasprint te gaan worden zoals verwacht. Er reed wel nog een koproep voor van 6 renners met de Esquire. Louis Masbonnet, Nans Peters, Edmondson, De Lage en Prades. Maar die zetten minder dan een minuut voor en het is nog altijd meer dan 20 kilometer. En Boya zit aan kop te rijden voor Peters Sagan natuurlijk. Want dat zal waarschijnlijk mijn enige concurrent worden. Want wij zitten natuurlijk met Ela Viviani en dat moet in principe wel de snelste sprinter zijn. Heeft 81 dus uh, ja, Sagan zal misschien wel nog iets meer hebben. Ook 81. Dus ja, uh, het is hetzelfde. De twee beste Dus De rest komt niet aan de 80. Dus het zal in principe wel gaan tussen Sagan en Viviani. En uh, daarvoor gaan we wel eerst nog de koproep moeten inhalen. Die zetten nu nog altijd een minuut voor. En we gaan daar eerst voor ons treintje maken. En uh, dat is hetzelfde zoals altijd. een van het wiel van Sabatini. En eh. Uh, ja, Viviani dan in het wiel van Markov. Maar we gaan het iets langer maken, want er moet nog aan kopreden worden. En Sabatini heeft natuurlijk wel al veel krachten verbruikt. Dus gaan we eens kijken wie we daar nog kunnen inschakelen. En dat is natuurlijk Lorenz, de Plus. Staat wel tweede in het jouw klassement, maar op zich, dit moet geen probleem zijn. En de Plus mag dan in het wiel van Dries Deveneins. Die kan nog wel eventjes aan kopreden. En mag dat meteen gaan doen. Aan 89. We gaan wel naar de rechterkant gaan. Dat iedereen mooi in het treintje kan. Zodanig dat er ruimte is. Dat er niemand in de sloten raakt. En we gaan kijken. Zet iedereen waar hij moet zetten. Inderdaad. Ondertussen zorgen dat Massen niet te veel tijd verliest. Dan gaan we hem hier gewoon op 90 zetten. En dan kunnen we gewoon die leders gaan inhalen. En uh, dat zal in principe wel gebeuren. Nu nog 37 seconden, nog 13 kilometer. Dus die zijn er aan voor de moeite. Er is ook een groep gelost, zie ik. Van 20 renners. Eens kijken of we hier belangrijke namen in zetten. Dat gaan we hier beter zien. Gibbons, Geske, Nou, op zich niet zo heel speciaal. Mentjes misschien wel. Mentjes is los, maar staat al op een half uur. Dus uh, ja, voor de rest maakt het op zich niet zoveel uit. Allemaal Duits staat op 6 minuten, maar dat is ook al vrij genoeg. Dus op zich niet zo'n belangrijke namen voor het klassement. Dan gaan we hier eens kijken. Als je die ledersgroep inhaalt, nog altijd niet. Devenees mag zijn energiecel nemen, nog 8 kilometer. En uh, ja, die is 1 de krachten, dus mag de plus nu overnemen. En die mag dat op 95 doen. Of gaan we nog eventjes, we gaan nog eventjes wachten. Want de plus mag natuurlijk niet te vroeg in de krachten zijn. Want we hebben hem natuurlijk ook nodig voor je klassement. Eens kijken, wie, wie had kost gezet in ons wiel En waar is Peter Sagan naartoe? Heb ik hem gemist daarvoor aan? Eventjes kijken. Sagan, ja, is hier niet te zien. Of is dit? Nee, dat is gewoon benoten en zij werd de trein. Maar zo, zo werd het beter voor ons dan. En nu mag de plus op 95, nee. dus het is Edmondson die nog enkel aan rijdt en die zal zometeen wel ingehaald worden. Sabatini en de rest van de sprinters mogen energie hebben. En we gaan dan kijken of we zometeen kunnen we gaan sprinten. De plus net goed en er is een breuk ontstaan. Sagan zit nu plotseling wel in ons wiel, dus dat is, dat is wel minder. Je hebt een kleine breuk ontstaan, maar ja, dat is geen breuk natuurlijk. Ik weet niet waarom PCM daar een breuk van maakte. En eh, Sabatini mag de sprint inzetten op 2,5 kilometer ongeveer. En nu is Sahan weer achteruit geslagen. Nu is dan Markov nog 1,8 kilometer. En onder de boven van de laatste kilometer mag Viviani dan gaan. Mag dat nu doen. En gaan we onze tweede etappe zee op rij pakken, of niet? Kwiatkowski komt, Sahan komt, Sahan komt op het perfecte moment. En hij klopt ons. Een tweede plaats voor Viviani spijt er geen nieuwe zegen. Wens dus voor Sahan voor Elia Viviani en Kwiatkowski als derde. Dan volgen in de top 10 nog verder Mike Teunissen Nasser Bugani, Giacomo Nisro, Tijs Benoot, Alejandro Valverde, Danny van Poppel en Michael Markov. Voor vandaag zet deze video er dan alweer op. Morgen komen we met een nieuwe etappe en hopelijk gaan we dan wel aan het langste eind trekken. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag.